Gelderland maakt de schade op na de storm vannacht. Reden werd zelfs getroffen door een tornado. En we keken naar het raam en ik denk, oh, die bomen waaien allemaal om. Dames en heren, goedenavond. Fietsers, hardlopers en wandelaars maken zich klaar voor Alpe d'Huez. De laatste dag voordat er morgen echt gezweet gaat worden. En in plaats van een weids uitzicht krijgt Rini Ketelaar uit Etten een crematorium voor de deur. Ze verzet zich. Ik weet dat mijn vader dit had moeten meemaken. Nou, die draait zich nu om in het graf, dat weet ik zeker. Door de tornado die vannacht door Reden is geraasd, is asbest vrijgekomen. Een van de belangrijkste doorgaande wegen van het dorp is daardoor afgesloten. Verslaggever Petra Cusé is daar. Petra, er is een ruim gebied afgesloten. Waarom is dat? Ja, asbest is niet goed voor onze gezondheid, zoals we weten. Als je dat inademt, gaat het in je longen zitten. Je kunt er heel ziek van worden. En ja, gevaarlijk. Groot stuk afgezet hier terwijl het opgeruimd wordt. De asbest is afkomstig uit een schoorsteen van een woning aan de parallelweg Mauritiusstraat. Dat is een heel stuk verder. De Arnhemsestraatweg is namelijk een hele lange weg. Wij zijn ook tegengehouden voordat we verder konden rijden. Dus waar het precies opgeruimd wordt, dat zien we niet. Op deze weg, de Arnhemsestraatweg, daar komen per dag zo'n 7000 voertuigen doorheen. Dus dat die nu afgesloten is en juist op dit tijdstip van de dag, dat is wel heel slecht nieuws voor alle automobilisten hier. De verkeersregelaars die moeten ze ook tegenhouden. Als je het dorp uit wil, dan mag je eruit, maar erin, dat mag niet. Oké. En waarom is de asbest niet eerder opgeruimd? Ja, dat vraag je je af, want het is vannacht is die schoorsteen van het huis afgevlogen. Is de asbest op straat terechtgekomen? Ik heb iemand gesproken die zei, ja, ik zag het ook gewoon liggen. Maar de hele dag is het nogal vochtig geweest nog van gisteravond. En pas ja, in de loop van de dag is het wat warmer geworden. En die asbest gaat dan opdrogen. En dan krijg je weer, ja, wat ik net al zei, die fijnstofdiscussie. Als je er aan zit, het vervliegt, het gaat wat in de lucht. Je kunt het dus inademen, dan wordt het gevaarlijk. En dan wordt het tijd om het op te ruimen. Maar waarom dat niet eerder gebeurd is, toen het nog nat was, dat zou ik eigenlijk niet weten. Ja, je zei het net al een beetje, de gevolgen zijn groot voor Reden dat die afsluiting er nu is. Zijn er verder nog gevolgen en tot hoe lang gaat het eigenlijk duren? Nou ja, 7000 voertuigen hier per dag over deze weg en 's avonds in de spits zo'n 700. Die mensen die niet naar huis kunnen, die hebben sowieso een probleem, want waar moet je dan naartoe? De mensen die om moeten rijden, dat is vervelend. Je moet omrijden. Scholieren zag ik hier net ook, die een heel stuk moeten omrijden. We hebben gevraagd, hoe lang denk je hier nog bezig te zijn als verkeersregelaar? Hoe lang gaan die mensen die asbest aan het opruimen zijn, hoe lang hebben die daar nog voor nodig? Het kan alles duren van een half uur tot en met een uur of 11 vanavond. Dus mensen die deze kant uit willen komen, wees gewaarschuwd. Het kan zijn dat je hier niet door kan rijden. Helemaal duidelijk. Dankjewel, Petra Cusé vanaf de Arnhemsestraatweg in Reden. Ja, en de oorzaak van het verspreide asbest in Reden was natuurlijk het noodweer van gisteravond. Over het dorp trok een tornado. De zware windhoos liet een schadespoor van zo'n 5 kilometer na. In een paar minuten werd er een enorme ravage aangericht. In een paar minuten werd het donker, of was het donker, en begon het vreselijk te waaien. En we keken naar het raam en ik denk, oh, die bomen waaien allemaal om. En het regende heel hard, het stortte, kon eigenlijk geen meter voor mijn ogen zien. En na een minuut of twee, drie ging de regen werd minder. En toen zag ik dat alle bomen in de straat omgewaaid waren. En gelukkig, moet ik zeggen, zijn ze schuin weggevallen en niet recht naar de huizen toe. Want anders dan waren er zeker een stuk of 7, 8 woningen helemaal kapot geweest. Mag ik u een hand geven, mevrouw? Karel van Eert, ik ben de burgemeester. Ja. Hoe is het met u? Want, nu komt eigenlijk een schrikpas. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou zie je wat een rotzooi dat het is. En, nou ja, we mogen dankbaar zijn. We hebben er is geen schade aan mensen of dieren. Nee. En aan het huis, oké. Okay. Onze auto ligt wel helemaal in de soep. Het dak van onze kleedaccommodatie is voor een groot deel van het gebouw geblazen. Dit is het resultaat van een kleine tornado, zou ik bijna zeggen. Uw auto? Mijn auto, mijn ex-auto, zullen we maar zeggen. Want dit is niet meer te maken.
Ja, en weerman Jordi Huurne was vanmiddag ook in Rhede. Hij wilde met eigen ogen zien wat de tornado heeft aangericht. En we vroegen hem hoe bijzonder dit is. Nou, dit is best wel uitzonderlijk. Tornado's komen eigenlijk bijna nooit voor in Nederland. En ja, het zijn dus heel plaatselijk. Je ziet het, hierachter zijn overal bomen echt uit de grond gerukt. En daar is niks aan de hand. Dus het is heel lokaal en heel gevaarlijk. En het is ook heel bijzonder in Nederland. Het is maar een paar keer eerder gebeurd. En zeker niet per locatie. Dus de kans dat de mensen het in Rhede weer gaan meemaken is denk ik heel klein. Dat is echt iets wat je maar één keer in je leven gaat meemaken, denk ik, zoiets. Ja, op veel plaatsen in Gelderland maakten de inwoners de schade op. In Nijmegen kwam een grote boom op een huis terecht. En ook in Huissen heeft de wind voor veel ellende gezorgd. Alles ligt plat of kapot en het is één grote chaos. Heeft u ooit zoiets gezien? Nou, ik werk hier bijna 40 jaar en dit heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt zo erg. Bij basisschool Drieluik helpen de kinderen mee het schoolplein op te ruimen. En ook bij het Holthuis is de chaos groot voor de kinderen. Gisteren zouden we dan inderdaad de Vierdaagse hebben die niet doorging vanwege de slechte voorspellingen. Vandaag zouden we sportdag hebben die niet doorging vanwege de storm vannacht. En zie dan maar weer eens over te gaan tot de orde van de dag. Wie het windhoofdspoor volgt, komt een paar honderd meter verderop uit bij de familie van den Hoge. Een boom viel op een huis en veroorzaakte tienduizenden euro schade. Dak, muren, dus constructieve delen van de muren, dat wil zeggen die staan uit het verband. Dus we hebben ook allemaal emmertjes in de kamer staan natuurlijk om te zorgen dat we ook niet de parketvloer naar de vernieling helpen. Vervelend, mijn vrouw natuurlijk redelijk overstuur. Ja, ik kan me voorstellen, het herstel van de woning zal nog wel even duren. Tot aan de bouwvak heeft geen aannemer tijd. En dat terwijl ook voor vanavond en vannacht onweersbuien worden voorspeld. Hoe het er precies uit gaat zien, dat hoort u straks in het uitgebreide weerbericht. Dan gaan we naar Frankrijk. Voor de 14e keer wordt morgen het evenement Alpe d'Huez gehouden. 4500 deelnemers beklimmen de Alpe d'Huez om zo geld op te halen voor kankerbestrijding. Vandaag is de warming-up en verslaggever Erik van der Pol die is bij de Alpe d'Huez. Erik, hoe is het? Ja, heel bijzonder. De samenhang, de verbondenheid die mensen met elkaar voelen die je hier ziet, dat is echt heel bijzonder. Vandaag was Alpe d'Huez. En Alpe d'Huez is zeg maar het zusje van de Alpe d'Huez die morgen gelopen wordt. In Alpe d'Huez lopen allemaal mensen die buiten mededingen meedoen, maar die familielid zijn van iemand met kanker of zelf kanker gehad hebben. Vrijwilligers die morgen niet kunnen lopen, maar wel graag een keer die berg op willen. Die liepen vandaag allemaal mee. En wat je daar ziet is heel bijzonder. Iedereen loopt hier met zijn hart. Iedereen wil wat doen voor een ander. Of heeft het zelf nodig, zoals Mathieu Goedhart uit Deil. Hij is zelf kankerpatiënt en hij gaat al 6 jaar de Alp op. Mathieu Goedhart uit Deil. Eerder ging hij de berg al op met zijn zoon. En ook vandaag is het een familieaangelegenheid. Nu neem ik Lieke mee om met haar vader-dochter een week lang deze belevenis, dit avontuur te hebben. En haar alles mee te geven wat Alpe d'Huez te bieden heeft. En dat is veel voor het inzamelen van geld voor kankeronderzoek en voor de verwerking en steun voor mensen die met kanker te maken hebben. Uiteindelijk moet je ziekteproces, soms voel je toch ook wel vaak alleen, want je moet het toch ook zelf doen. Maar het scheelt wel als je bijzondere vrienden om je heen hebt. En dit zijn er een stelletje hoor. Het is wel heel erg zwaar, maar En voor Mathieu is deze week een week van bezinning. Toen ik gisteren die berg oprende in mijn eentje, 's morgens vroeg, dan ga ik wel heel erg terug in de jaren en dan komt wel heel erg boven van wat dat ik en wij ons als gezin de afgelopen jaren hebben meegemaakt. En Lieke, die heeft de Alp vandaag met verve bedwongen. Morgen dus, Erik, Alpe d'Huez. Wanneer kunnen we dat allemaal op Gelderland zien? Om 9 uur. Om 9 uur staan we hier op dit podium. En dan zie je daar onder die finishvlag een kleine 5000 mensen binnenkomen. Fietsend, lopend of hardlopend. En we gaan door tot 5 uur. De hele dag op TV Gelderland. Dankjewel, Erik van der Pol. Zometeen, Tielenaren willen dat de stadsbijaardier blijft. Hij wordt wegbezuinigd door de gemeente.
Bij fietsfabrikant Gazelle in Dieren heeft vanmiddag een grote brand gewoed. Het dak liep daarbij forse schade op. De rookpluim was tot in de wijde omgeving te zien. 4 brandweerauto's moesten eraan te pas komen. Volgens de brandweerwoordvoerder zijn er geen gewonden gevallen. En vermoedelijk is de brand ontstaan door zonnepanelen op het dak. Onderzoek moet daar uitsluitsel over geven. In de voormalige Berganciuskazerne in Ede komen 20 roze woningen voor ouderen die zich verbonden voelen met de LHBT-gemeenschap. Homoseksuele ouderen hebben, als ze afhankelijk worden van zorg, vaak moeite zich te uiten vanwege afkeurende reacties van anderen en verzorgend personeel dat er niet goed raad mee weet. Dit leidt tot eenzaamheid binnen deze groep. Het is een van de eerste projecten die worden opgezet door Stichting Gay Living. En 3 Gelderse scholen in Apeldoorn, Nijkerk en Arnhem doen mee aan een nationale proef. Ze bieden vanaf volgend jaar een gemengde klas aan met zowel VMBO als praktijkonderwijs. Leerlingen van deze combi-klas volgen zowel lesstof van de praktijkschool als van het VMBO. Ze kunnen dan 3 jaar doen over de stof van 2 jaar VMBO. Het ministerie van Onderwijs hoopt dat dit de doorstroming naar het VMBO bevordert. Landelijk zijn 30 scholen geselecteerd om mee te doen aan deze pilot. Het Gebroeders van Limburgplein met een I, een U en een G. Of wordt het Gebroeders van Limborgplein, geschreven met een Y, een O en een CH op het eind. Volgens recent onderzoek zou die laatste spelling historisch correcter zijn. Vanavond wordt er over gestemd in de gemeenteraad. Eigenaar van een nieuw te openen restaurant aan het plein baalt als de naam toch wijzigt. Hij staat al in tal van restaurantgidsen met de oude spelling. Omwonenden van de Zeddamseweg in Etten staan morgen bij de Raad van State om hun bezwaren toe te lichten over het toekomstige crematorium dat daar wordt gebouwd. De buurtbewoners vrezen voor veel overlast. Rini Ketelaar woont samen met haar man Benny naast het perceel waar het crematorium moet gaan komen. Rini Ketelaar woont met haar man Benny in een boerderij pal naast het toekomstige crematorium. Haar nu nog landelijke uitzicht zal straks bestaan uit parkeerplaatsen, een schoorsteen en een uitstrooiveld. En om straks elke dag met de dood geconfronteerd te worden, vindt Rini moeilijk. Nou, ik ben een geboren Ettenaar. Ik ken heel veel mensen, dus ik ken die families ook. En dat komt dicht bij je hart, hè? Dat raakt me elke keer. Ja, daar komen die bijzetvelden met die urns. Ja, en de parkeerplaatsen. Parkeerplaatsen, daar waar het bestaande gebouw is nog. Dat, daar worden parkeerplaatsen. Ook andere omwonenden maken zich grote zorgen, met name over de verkeersveiligheid. De drukke provinciale weg kan straks met meerdere crematies op één dag tot gevaarlijke situaties leiden volgens de buurt. Ik woon hier tegenover, mijn tuin is dus 30 meter vanaf de straat. Ik heb ze gewoon in de voortuin staan, eigenlijk. De gemeente die luistert niet naar ons. De provincie die neemt zijn verantwoording niet. Niemand is verantwoordelijk, maar ik heb ze in de tuin staan. En ja, ik moest eigenlijk eerst hulp gaan verlenen. Initiatiefnemer GUV Uitvaart wil niet voor camera reageren, maar laat in een reactie weten dat het zich meerdere malen heeft ingespannen om er samen met buurtbewoners uit te komen. En het nu de procedure bij de Raad van State wil afwachten. Voor Rini doet het pijn dat ze straks niet rustig oud kan worden in haar ouderlijk huis, waar ze haar leven lang nog hoopt te blijven. Ik weet dat mijn vader dit had moeten meemaken. Nou, die draait zich nu om in het graf, dat weet ik zeker. Die zou heel boos zijn geworden. Ik ben blij dat hij dat niet mee hoeft te maken, maar nee, voor mij is het ook veel te veel. Wij wonen in ziek, maar ik ben er ook al heel ziek van geweest. Morgen staan de omwonenden bij de Raad van State om hun bezwaren toe te lichten. Regelmatig klinkt vanuit de toren van de Sint Maartenskerk in Tiel het muzikale spel van de Stadsbejaardier. Maar de gemeente Tiel moet de komende jaren miljoenen bezuinigen. En dat betekent onder meer dat Stadsbejaardier Wim Ruitenbeek eruit ligt. De gemeente betaalt jaarlijks 20.000 euro voor stadsbejaardier Wim Ruitenbeek. En daar wil de gemeente nu mee stoppen. Dit instrument is in 1964 door de hele bevolking geschonken aan de stad. Als monument voor de wederopbouw. En ja, zo'n instrument moet je wel op spelen. Als je daar niet meer op speelt, dan weet niemand over 10 jaar wat hier voor moois boven de toren hangt. Onder meer eeuwenoude klokken. Dit geluid dat hoor je al sinds 1552 over Tiel.
Al in de 16e eeuw werd er hier op de 9 of waarschijnlijk zelfs 10 klokken die er waren in die tijd, werd er op gespeeld door een beiermeester. Als er belangrijke mensen naar de stad kwamen, dan moest er op de klokken gespeeld worden. Bij allerlei feestdagen werd er op de klokken gespeeld. En die traditie zet Wim Ruitenbeek voort. Je kunt met zoveel soorten muziek spelen en aansluiten bij actualiteiten. Dus dat vind ik altijd leuk om de mensen dan even een lach op hun gezicht te geven. Van, goh, Songfestival is geweest. Oh, hij speelt het liedje van Duncan al. Inmiddels is er een handtekeningenactie gestart door Tielse geschiedenisliefhebbers. Wat mij betreft is het natuurlijk gewoon fijn als er mooie klanken boven Tiel klinken. En ja, wat hij dan speelt, dat maakt me eigenlijk niet eens zo heel veel uit. En dan gaan we naar het weer met Jordi Bloem en die blikt ook even terug op de tornado. Twee collega's, bekend van Radio Gelderland, Reinoud van den Born en Griete Spannenburg, zijn vanochtend met eigen ogen wezen kijken naar het schadespoor na de tornado van Rhede. Daar zal nog lang over nagepraat worden. Nou, heftige buien hebben we gehad gisteravond laat en afgelopen nacht met onweer. En er komen nieuwe buien aan voor boven Frankrijk. Een groot gebied eigenlijk met regen. En er kan veel regenwater vallen komende nacht. Want dan trekt dat gebied over onze provincie. Nou, vandaag hadden we een beetje zonneschijn. Iets meer opklaringen naar het oosten toe. Maar vooral dus wolkenvelden vanuit het zuiden. En vanavond en vannacht is het dan ook bewolkt in Gelderland. Met toenemende kans op veel regen. Vooral komende nacht kan het behoorlijk regenen. Plaatselijk ook onweer daarbij. De wind trekt aan uit het zuidwesten en het wordt een graad of 13. Ook morgen stevige wind uit het zuidwesten. 's Ochtends kan nog wat regen vallen. Maar in de loop van de dag klaart het steeds meer op vanuit het zuidwesten. Vooral ook in de avond lijkt het zonnig te zijn voordat de zon ondergaat. Windkracht 4 gemiddeld uit het zuidwesten. Morgenavond neemt de wind weer af. En morgen wordt het maximaal 19 à 20 graden. Conform het langjarige gemiddelde in deze tijd van het jaar. Vrijdag wordt het weer enkele graden warmer, 24 of 25 graden. Waarschijnlijk is het tot in de namiddag droog met ruimte voor de zon. Vooral in de avond wordt regen verwacht, mogelijk ook onweer daarbij, met stevige zuidoostenwind vrijdag. Zaterdag stevige zuidwestenwind, maar het is droog, met regelmatig de zon, misschien wel vrij zonnig. Het wordt 19 of 20 graden. En zondag verandert te weinig, de wind neemt wel af en dan wordt het maximaal zo'n 22 of 23 graden. En dit was het Gelders Nieuws. Meer nieuws kunt u vinden op onze app en ook op onze website gld.nl. En daar kunt u ook onze enquête over hondenbelasting invullen. Ik wens u nog een fijne avond.